Honger? Ja, honger. Hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je het al? Goed zo. Niet? Ja, dat is prima. Oké. Okay. Kom maar in. Okay. Jullie waren aan het eten, hè? We waren aan het eten, ja. Ja, nou, eet lekker door. Zullen we het even aanmaken? Ja, tuurlijk, ja. Eet maar lekker door. Ingewikkeld. Wat is dit voor pudding? Dit is muesli. Oh, gezond. Is dit elke ochtend het ontbijt? We waren een keer op vakantie in Ierland en dat doen we wel eens vaker. En dan beginnen ze, dan kun je kiezen Engels of Continental. Hè? En Continental is muesli onder andere. Mm-hmm. Nou, toen zijn we op muesli overgesteld, maar dat vind ik prima. Dan hoef je het brood niet te smeren. Hè? Nee, het is ook wat glijdt handig. Wat makkelijker naar binnen. Het is wat handiger. Is Fop een ochtendmens of is hij een nachtmens? Hey, ochtend. Nou, het verandert een beetje. Het verandert. Ja. Nee. Je bent gewoon. Ik ben niet een specifieke ochtend of. Ik ben 's morgens wel wat donkerder, zal ik maar zeggen. Hoe doe je dat nou? Nou, ik moet op gang komen. Met donker bedoel ik dus als je heel open bent, en ik ben niet gelijk 's morgens hartstikke plezierig, dat kan ik niet zeggen. Is er ook iets veranderd in de relatie tussen jullie, zeg maar, tussen nu en 20 jaar geleden? Oh ja, zeker, maar niet door het voetbal. Ja toch? Ja, dat weet ik toch niet. Ik was er niet bij. Nee, weet jij dat van me? Het is wel zo dat het... We zijn natuurlijk beide ook wel Fries. En ik ben niet van prater, alhoewel mensen altijd denken dat wel zo is. Hoe kan dat nou? Ja, dus ik heb twee luikjes, hè. Twee luikjes? Ja, of drie luikjes of zo. Maar als ik kan best wel hele dus als ik voor een klas sta of voor een groep sta of zo en ik heb een opdracht, dan moet ik dat even voorbereiden en dan kan ik daar wel een heel mooi verhaal over houden. Want ik ben eigenlijk wel een beetje een verteller. Ja. Maar ik ben van binnenuit niet een verteller. Dus over wat ik voel en wat ik vind en wat ik naar G toe ben ik gewoon veel geslotener. Dat ben ik aan de kinderen ook. Ja? Dus wat ik heb geleerd is dat ik daar wat opener in moet worden. Daar doe ik mijn best ook wat meer voor, moet ik zeggen. Vind je dat zelf? Dat je daar opener in moet worden? Ja, dat vind ik absoluut. Dat vind ik absoluut. Kan je ontdekken, op een gegeven moment kom je kop of iets over je elke dag in wat voor kranten ook tegen. Nou, in het begin dan spel je dat, hè, en dan kijk je daarna en denk je van, nou hebben ze nou al wat positiefs geschreven of zo. En nou is het zo. Dat wil je wel graag. Vroeger wel, maar nou is het zo dat ik weet... Waar je aardig gevonden worden. Ja, aardig. Goed. Je had het gevoel dat je wat in je dingen bevestigd moest worden. En dat gebeurt lang niet altijd. Maar dat hoeft... Kijk, maar dat moet je ermee leren omgaan. Dus op een gegeven moment dan denk ik dat je... Althans, zo is het bij mij... Ik weet wat ik doe en waarom ik het doe en hoe ik het doe. En dat markeert best wel een hele hoop aan. En soms is het ook heel aardig. Nou, en als je dan daar wat over leest, dan vind ik dat eigenlijk... trek ik me daar helemaal niks meer van aan. Raakt het je helemaal niet meer dan? Weet je wat je krijgt? Je krijgt een soort harnas. Er zijn een aantal dingen die bij mij niet mogen. En als ze dat doen... Wat voor dingen zijn dat? Ja, dat wat ik net zei. Dus spugen. En met opzet over een bal komen om een ander te beschadigen. Of doortrappen. Terwijl je geen enkele bedoeling hebt om de bal te spelen. Dus ik kan zo drie, vier maar dingen noemen. Maar het zal ongetwijfeld wel eens gebeuren. Wat doe je dan met zo'n speler uit jouw selectie? Die krijgt ongelooflijk op zijn falie. En als ik vind dat hij echt over de schreef is gegaan, dan stel ik hem de volgende keer niet op. Dan komt er een soort sanctie op. Maar ik vind dat je ook iets hebt van dat het... Kijk, de grens ligt altijd van winnen. Hè? Want je wil graag winnen. En waar ligt nou de grens? Waar ligt nou de grens van wat ik allemaal mag doen om te winnen? Dat moet je, vind ik, voortdurend afvragen. Ja. Nou, en ik vind dat daarin niet alles mag. Het is geen oorlog. Hè? Michel zei het wel, maar het is geen oorlog. Het is in je... Maar dan zul je wel een subtopper blijven.
Nee, dat vind ik niet. Kijk naar Rosenburg. Is toch een topclub in Noorwegen. En kijk naar Manchester United. Stam, zelfs die Engelsen zijn trots op Stam. Want Stam heeft nou zoveel wedstrijden onafgebroken het eerste gespeeld in Manchester United 1 en heeft geen gele kaart gehaald. Dus hij heeft leren verdedigen op een goede manier. Dat vind ik... Hij is gewoon slimmer geworden. Hij doet het gewoon op de momenten dat... Hij heeft het gewoon niet nodig. Hij is sneller, hij kan beter koppen, hij stelt zich beter op, hij anticipeert beter, dus hij geeft het duwtje. Als de bal komt en ik wacht tot de bal er is en ik moet dan tegen je aankleunen, dan ben ik te laat. Maar dan komt die bal en doe ik even hup en dan ben je uit balans en heb ik de bal. Dat is prima. Dat vind je ook? Ja, natuurlijk, maar dat hoort bij het spel. We hebben een soort territorium en dat territorium moet je bestrijken en moet je bewaken. Dan ben je net een beest in of een vogel. Maar hoe hard mag je dan gaan duwen en trekken? Want dan is dit is ook wel weer heel aardig, hè? Hij stelt niks voor. Nee, dat stelt niks voor. Nee. Maar als ik mijn volle 74 kilo erin gooi... Ja, nou, dan is als je... Als, je niet... En ik kom neer en ik raak je toch net even op de enkel, toevallig. Nou, dan is... Dan, dat dan, vind je erg? Dan ben je over de grens. Dan is dat een bespreekgeval geworden. Ja. Sanctie? Nou, dat zou in ieder geval worden besproken. Ja, we hebben wel eens wat, maar daar praten we het over. Of ik zeg van, nou Riemer, jongen. Wat hebben jullie dan? Wat? We hebben wel eens wat. Ja, dan moet je voorbeelden of zo, maar ik ben het soms wel eens ergens niet mee eens. Dan vind ik hij is nog wel eens wat opportunistischer dan ik ben. Dus dan vindt hij dingen heel snel en zo. Dat vind ik niet, want ik vind dat je ook naar de ontwikkeling van mensen moet kijken of zo. Dus hij kan aan de kant van het voetballen zitten en dan doet iemand niet. En dan komt hij, dus ik helemaal niks en dit en dat en zo, dat kan niet, hè. Dat maakt het uit. Ja, nou nee. Oh. En dan, maar dan heb ik dus altijd de neiging om het voor de jongens op te nemen. En dan word ik ook pissig. Dan zeg ik van, wacht je nou maar uit dat we jullie je verder bent of zo. Hè? Nou ja, en meestal heb ik daarin wel gelijk, hoor. Hij heeft ook wel eens gelijk. Wat vind je eigenlijk van die commentatoren? Ja, veredelde supporters. Ik vind het niks. Nou, ik vind Reitsma heel goed. Reitsma kan die geeft verslag. Hè. Die geeft wat achtergrondinformatie. Die is hartstikke objectief. Maar ik vind ze heel vaak heel suggestief. Dus dat ze een mening hebben een die op lucht gebaseerd is. Is dit nou een plek om... Om dood te gaan? Dat is een poos. Akrum? Oh ja, dat is een prima plek. Kan je goed leven. Het is een mooi dorp. Beste mensen. We wonen er al. Al vanaf 1970. En we voelen ons. We gaan er hier maar even uit. Kijk, bij het kerkhof, symbolisch. Ja. Haal je wel eens? Jawel. Maar dan heb je voor het laatst gejankt dan? Oh. Als er de katraan in de ogen krijgen, van hele mooie dingen. Dus als bijvoorbeeld de Zanders. Toen zij, hoe heet ze, de 400 meter loopster de Olympische Spelen won. Weet je nou? Elle van Lange. Daar word ik door ontroerd. Dat raakt me, maar dat vind ik fantastisch. Dan zit je te janken voor de televisie. Ja, dat kan ik. Dan janken, maar dan heb je tranen in de ogen. Dat kan ik Sophie's Choice bijvoorbeeld. Dat heb ik me er zo ingeleefd. En dan vind ik dat die vrouw voor zo'n keuze gesteld wordt. Dat is onmenselijk. Nou, dat kan ik gewoon met de kop niet bij, dus dat doet me ook wat. Kijk, mijn schoonvader, dat is ook zo'n verhaal, dat is niet een verhaal, dat is leven. Die was bakker in Grauw. Die was 7,58. Die had onvoorstelbaar hard gewerkt, dat was niet te filmen. Hè. Op vrijdag bijvoorbeeld om 5 uur op bed en die ging er om 8 uur af en die ging naar de bakkerij. En dan bakte hij door tot de volgende middag om 2 uur. En dat was zijn normaal leven. Maar dat was een fantastische man.
En toen had hij zoiets en ging nooit verder op vakantie dan Eerenwoude met bootje. En had zich voorgenomen van straks, als ik 60 ben, dan stop ik ermee. En dan gaan we er in ieder geval nog wat van genieten, zoiets. Ja. En toen kreeg hij van de ene dag op de andere een hersentumor. Ja, daar was ik kapot van, echt kapot van. En toen was hij heel snel... En toen was hij zomaar weg. Ja, zonder dat je nog met hem kon praten. Want hij was niet meer echt aanspreekbaar. Dus ja, wel op een ander niveau. Wat doet de dood dan, weet je? Nou, kijk, ik vind dat dood hoort met leven. Ben je bang voor de dood? Nee. Maar, nee, absoluut niet. Eind van de rit ben jij dood. Geen punt. Het leven is soms makkelijk, of niet, is nooit makkelijk. Het is altijd hard. Heeft altijd dingen in zich die je niet begrijpt. Nou, en als het zo is dat je dat wat je niet begrijpt, dat je dat ergens anders wilt vinden, dus laten we zeggen in het geloof of zo, dat vind ik prima. Ik ben altijd wel aan het zoeken van waarom. Heb je het niet nodig? Is dat het? Ja, misschien niet. Dat dus niet in ieder geval. Ik ben ook nooit, ik ben daar niet aan het zoeken. Dus laten we zeggen, het mystieke, dat heb ik niet. Het wordt bijna filosofisch. Nee. Oh. Er komen wel eens dingen bij elkaar. En hoe komen er dingen bij elkaar? Ja, dat zou toeval zijn. Nee, ik vraag het jou. Ja, dat weet ik niet. Ik... Kijk, een man en een vrouw komen bij elkaar. Ja. En die vinden elkaar leuk, of ze gaan van elkaar houden, of er zijn vlammen of zo. Ja. En dat is klaar. Is dat toeval? Ja. Is dat toeval? Ik denk dat het toeval is. Ja? Ja. Dat je dat bestuurd werd. Of dat het zo moet zijn of zo. Ik denk dat het toeval is. En voor hetzelfde geld is niemand anders? Ja. Dat denk ik, ja. Dat denk ik, ja. Maar je stelt het nu heel erg nuchter en heel erg... Heel erg duidelijk voor jezelf. Heb je wel eens twijfeld? Jawel. Ja? Jawel, tuurlijk. Dat klinkt heel erg zelfverzekerd. Ben je zelfverzekerd? Ja. Ja. Maar ik ben ook... Ik sta ook wel eens op mijn grondvesten te schudden. Ja? Wanneer? Ja. Ik kan me er niets meer voorstellen. Nou, maar dat is wel zo. Kijk, onze Jeldau, die had een ongeboren baby. Nee, wat een kreet. Een baby die dus doodgeboren is. Ja. Die werd begraven in Gerijp op het kerkhof. En dan zie ik haar man. Die heeft de handen zo, met een kistje erin. Zo'n heel klein babytje en dan loopt hij zo. En daar sta je op je grondvesten te schudden. Dan ben je van tevoren schrik je al dood, want het is ongelooflijk triest. Maar dan zie je dat daar. Ja, dan denk je van, moet het nou allemaal? En waar is dat nou voor nodig? Hè? En als ik daarna zie hoe ze het oppakken en hoe ze ermee omgaan, ja, dat is fantastisch. Dus hoe ze zich herstellen, hoe ze weer vanuit een hele diep dal weer tevoorschijn komen en dan hun leven inrichten zoals ze het inrichten, nou, dan ben ik... Kijk, bij het eerste was ik doodongelukkig. En dan sta je echt op je grondvesten te schudden. Denk van, hoe krijg je het voor elkaar en hoe kunnen we ze helpen en zo. En dan komen ze weer en dan zijn het net... Dan blijkt dat de mens ook heel wat kan hebben. Hè. En even later, dat gaat niet gewoon, want het meisje heet Mare, is er dus altijd, maar heeft een plaats gekregen, hè? En heeft een betekenis gekregen. En daarmee hebben ze hun leven weer... Heeft het dan zin gehad? Ja, misschien. Of word je dan hartstikke kwaad en ga je vloeken? Nee, dat doe ik niet. Daar was ik ongelooflijk triest van. En... Ja, wat moet je... Ik vind dat je dat niet kan begrijpen, maar het zijn dingen die gebeuren. Jan, onze andere schoonzoon, zal ik maar zeggen, dat is een vriend van Mario, die is boer. En die zei, en daar vond ik eigenlijk wel dat hij gelijk aan heeft. Die zei van, als je nou naar ons kijkt, naar ons bedrijf, hebben we 100 koeien of 120 koeien. En dan gaan per jaar zoveel kalfjes ongeboren, die gaan dood. Ja. Die worden doodgeboren, wat dan ook. En dat is waar wij dagelijks mee leven, als het ware. Nou, wij als mensen leven daar niet dagelijks mee. Is een koe ook weer wat anders dan een mens, maar in die zin is het wel vergelijkbaar. Ja, maar je denkt toch wel heel vaak aan de dood, of niet? Huh? Je denkt toch wel heel vaak aan de dood, of niet? Wat bedoel je? Denk je daar niet vaak aan?
Aan mijn eigen dood? Aan de dood. Ja, als je ermee geconfronteerd wordt. Anders niet? Nou, en soms. Wat een kerel, joh. Nee. Ik sta zo midden in het leven dat ik dus alleen maar, als ik een boek lees, of als ik dingen lees, of als ik naar de of als ik in mijn omgeving dingen tegenkom die waarbij de dood je direct raakt, dan denk ik even aan de dood. En als ik naar Kosovo kijk, dan denk ik van, jee, die kinderen, hoe bestaat het? Dat vind ik echt. Ik denk van, zijn we niet in staat met elkaar om de wereld zo in te richten dat dat soort rare fratsen niet meer gebeuren? Dat vind ik dus heel verschrikkelijk. Nou. En in die zin word je er dagelijks mee geconfronteerd. Ja. Maar het is niet zo dat ik dat als een soort ballast op mijn nek meeneem. In mijn rugzakje. Dat doe ik dus absoluut niet. Ik denk wel eens van, nou, stel dat ik morgen nog ziek word of zo. Dat denk ik wel eens. Denk je dat wel eens? Jawel, dat denk ik wel eens. Hè? Maar hoe zou ik dan mijn leven inrichten? Hoe zou ik dat afhandelen? En nou, hoe zou ik dan mijn dingen doen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik. Volgens mij is daar geen draaiboek voor. Volgens mij wordt het eerst crisis en dan moet je maar kijken hoe je de crisis oplost. Maar er is naar mijn idee geen draaiboek voor. Dat doet iedereen op zijn manier en met zijn kennis en ervaring. En er komt een grote melkauto aan. Ja, ik wil hem niet dood. Nee. Nog niet. Mijn vader die kwam terecht in Anaschotanus, dat is een verzorgingsthuis in Heerenveen. En daar had hij beide benen eraf. Beide benen eraf? Ja. Dus had Alzheimer, ziekte van Alzheimer. En de doorbloeding van zijn onderbenen was heel slecht, dus kon niet meer bewegen. Dus uiteindelijk hebben ze eerst de ene voet geamputeerd en toen de andere. En dan zat hij daar als een soort mummie in een stoel. Nou, daar heb ik mezelf, als ik bij, in het Fries zeggen ze heel mooi, bij stoep en stut ben, dan zorg ik dat ik dat niet beleef. Stoep en stut? Ja, ja. Dus, nou goed, helder bij mijn verstand. Dat wil ik nooit. Dat kan niet. Nou, dat is de laatste deur, hoor. Gaan we hier naar binnen? Hier gaan we naar binnen, ja. Oké, okay. Hier gaan we naar binnen. Zet dat ding hier maar neer, als je wil. En dan gaat het dus veel meer om de bal die eruit dondert. Dus dan krijg je deze bal, die doorflippert. Daar, die kant op, dus wakker zijn, popo. You have to be awake. Ja, en deze bal die eruit dondert, die kant op. Dus daar moet je druk op maken. Ja? En niet eerder weglopen. Dan dat je zeker weet dat we hem hebben, dat hand hem heeft, dat hij weggekopt wordt. En dan moet je dus hier en daar druk maken. Ja, dat werk. Maar gecontroleerd en eraf komen. Ja, dus bal voor, bal wegkoppen, eruit. 16 meter, dat handruimte heeft om te handelen. Het is heel belangrijk bij corners, bij eigen corners, dat je hier oorlog maakt. Dus hier lawaai maken, dus druk maken. En als er een overtreding is, moet hij hier plaatsvinden, niet daar. Dus hier tramland op de bal maken. Dus hard stikken en fanatiek en fel zijn, zodat ze niet uit kunnen breken. Huh? Nou, bal van de zijkant. Ja, je weet, dat zei ik vanmorgen al. Je weet nooit of je wint of verliest, dat weet je nooit van tevoren. Maar je weet wel of de spanning in zit, of de goede spanning is, of dat voel je gewoon hier, ja, hè? Dat voel je. Je zit gewoon, ja, ze zitten, ja, zo. Ja. En dat is ook wel eens anders? Ja, soms moet je ze erbij trekken. Zeg, hey, even opletten, ja, heb jij even dit, heb jij even dat. Of dan zitten ze onderling te smoezen of zo, hè? Dat, ja, kan ook. Ja, hè? Ja. Dus dan hebben ze de kop er nog niet bij. Mm-hmm. Nou, en dat hebben ze nu absoluut. Hè? Dat hadden ze gisteren ook. Dus ze leven er wel naartoe.
Mensen denken altijd van je stelt elf op en die weten wel hoe. Je legt het uit en speelt, maar zo werkt het niet. Het is veel complexer. Het is hartstikke ingewikkeld. Hè? Het is met elf? Elf is veel. Het is met de voeten. Voeten is moeilijk. Het is met buitenspel. Het is een ingewikkelde regel. De tegenpartij speelt een hele grote rol. Dus voetbal is. Lijkt heel, maar is in, als team is het hartstikke ingewikkeld. Heel complex. Ja. Wat heeft papa de Haan met de liefde? Wat heb ik met de liefde? Ja. Nou, ik ben zo eenzijdig als de pest. Ik hou van mijn vrouw en van mijn kinderen. En voor de rest ben ik heel beperkt. Ben je nooit eens verliefd? Nee. Nooit? Kan je niet zeggen, nee. Kan je niet zeggen? Nee. Ook niet een klein beetje? Nee. Ik vind wel eens iemand aardig. Of aardiger dan normaal, maar... Wat gebeurt er dan? Niks. Als ik niet meer aardig vind, ja? Dan ben ik meestal zelf ook wel aardig. Zet jezelf eens neer. Ja, ja. Wat voor vraag vanuit. Ik vind dat ik. Dat ik aardig weet wat ik wil. Dat ik daar heel aardig naartoe kan werken. Dat ik, als het over zaken gaat, die dat aangaat, met mensen heel goed kan werken. Ik vind dat ik met mensen die, wat ik net zei, die het nauwst daarbij betrokken zijn, dus bij mijn leven, dat ik daar wel eens overheen wil walsen. Dat ik daar te weinig tijd aan besteed. Ik vind dat ik in mijn leven een zekere lijn heb waarbij ik heel aimabel kan zijn. Aan de andere kant ben ik heel consequent. En naar mezelf toe ben ik enorm consequent. Dus ik leg mezelf dingen op en daar hou ik me ook aan. Vind je jezelf een goed mens? Nee. Nee. Dan moet je discussiëren over wat goed is. Maar ik vind ben je niet... tevreden met jezelf? Soms, lang niet altijd. Wat vind ik dan een goed mens? Dat vind ik een mens die zo in het leven staat, die zichzelf zo weg kan cijferen, als ik mezelf echt goed vond, dan ging ik naar Afrika. En dan ging ik dus in als ontwikkelingswerker aan het werk of zo, hè? Denk ik wel eens. Maar vind je zelf dan niet dat je goed doet voor... Er zijn toch heel veel mensen die heel veel plezier en lol beleven aan wat jij presteert met je Heerenveen, toch? Ja, maar dat doe je dus nooit alleen. Nee, oké, maar je maakt er onderdeel van uit. Ja, nou, en daarin, maar wat is dat nou goed? Verstand of gevoel? Meestal verstand. Ja, dat is meestal het verstand. Ja. Ja. Verstand of gevoel? Verstand. Open of gesloten? Miep. Tijd is om. Ja, dan... Dan ben dat we dat... Nou, open. Idealist of realist? Idealistisch. Heerenveen of Arsenal? Glasgow Rangers mag ook. Nee. Heerenveen. Geek of Yildau? Ja, dat is geen eerlijke vraag. Ik vind dat je dat soort dingen nooit aan iemand mag vragen. Want dat is niet het een of het andere. Want ze zijn je beide even lief, alleen is je andere lief dan andere. Dus ik vind dat je dat niet op een weegschaal kan leggen. Maar je legt toch heel veel op een weegschaal? Maar dat doe je in soort dingen nooit. Nee? Nee.
zeg maar, allebei, alle drie, of alle vier of alle vijf, even lief. Aan de ene met Gekel leef ik en met Jildo niet, want Jildo is mijn dochter. Dat is totaal anders. Redelijk goed. Beter dan de gemiddelde. Waar schaal jezelf in? Noemen ze een paar namen? Of je zegt van, nou, ik pas wel in het treitje Beenhakker. Oh jawel, dat pas ik Van Gaal. Van Gaal is anders. Van Gaal is in trainen absoluut niet beter dan ik ben. Van Gaal is wel iemand die, laten we zeggen, wat harder is, een stuk aan harder denk ik. En wat. En zijn ambitie ook aan alle kanten nastreeft. Ja, dat ruikt er vanaf. Nou, zo ben ik niet. Maar in trainersopzicht, in ideeën over voetballen en hoe je dat traint en hoe je dat met jongens afhandelt, denk ik dat ik absoluut op hetzelfde niveau zit. Absoluut. Dan kun je dus meten met de beste. Ja, dat is ook zo. Mensen moeten zijn talent benutten. Ja, dat vind ik ook. Maar... En... De band van... Nou, zeg maar topklasse. Toch? Ja. En je blijft in de provincie. Doodzonde. Nee, dat vind ik dus absoluut niet. Ik vind dat dat je daar waar ik werk. Dat ik dat talent optimaal kan benutten. Voor een ander. Daar ben je wel klaar mee. Want je benut het voor een ander, toch? Dan bedoel je toch altijd? Nou, op het moment, ja, maar op het moment dat ze zeg maar echt doorbreken, dan ben jij ze kwijt. Want dan gaan ze naar een echte topclub. Terwijl ze nog lang niet uitgeleerd zijn. Dat is soms. Dat is toch doodzonde? Je ziet toch nu ook spelers die gewoon stabiliseren in hun ontwikkeling, omdat ze weggekocht zijn alleen voor de money, maar niet omdat ze daar beter van worden zelf. Eerder minder. Jawel, maar het gaat nou, kijk, als je nou praat over talent, gaat het over jezelf. En over of je. Kijk, je hebt twee dingen. Je moet dus aan je, want dat vind ik absoluut. Dus je hebt de kwaliteiten. Je werkt aan je kwaliteiten. Je moet die dus ontplooien. En dan heb je het voor. En ik vind dat ik daar een aardige ontwikkeling in heb gemaakt. Daar ben ik absoluut niet ontevreden over, laat ik het zo maar zeggen. En dan gaat het erom of je dat wat je hebt, of je dat optimaal kan benutten. Dat is hetzelfde verhaal als de boer. De boer die of de grote boer is of de kleine boer. In mijn optiek is daar geen verschil tussen. Die kleine boer kan nog net zo goed zijn talenten ontplooien op zijn akkers of met zijn koeien of dan een hele grote boer. Maar dat heeft toch met ja, nee, maar dat vind ik een vergelijking van niks. Want ik bedoel, die koeien die blijven hetzelfde. Die blijven veel melk geven, zowel voor de kleine boer als voor de grote boer. Maar Foppe de Haan die kan veel meer uitspelers halen als die... Als je op een ander niveau gaat acteren, kun jij mensen op een heel hoog niveau die al, zeg maar, dat denk ik wel, vreselijk goed kunnen voetballen en zich hebben bewezen, zoals bij de grote topclubs in Europa, kun jij die nog laten groeien? Ja. Als je de geld en de middelen kun jij ze dan nog iets bijbrengen? Dat denk ik wel, maar dat heb ik dus nog nooit geprobeerd. Hè? Nou, dat is toch doodzonde? Ja, misschien. Makelaar in de schaal. Ja, daar ben ik dus niet van plan. Dat vind ik niet. Maar goed, de. Willen mensen niet de absolute top bereiken? Maar sommige mensen willen. Wil je niet dat het gaatje gaan? Nou, niet de kosten van alles. Niet de kosten van alles. Dus als ik daarmee een hele hoop dingen in moet leveren, maar dat kan ik dus nu niet inschatten. Maar zeg in je leven, in omstandigheden, dan zou ik dat absoluut niet doen. Maar dat op het moment, ik heb de keuze er dus weer niet hoeven te maken, dus ik kan er ook niet aan. Maar je niet doet er ook niks voor. Nee, dat is waar. Ja, dan ja, gewoon, denk ik, ja, als ze me bellen, nou, dan wil ik nog wel eens over nadenken. Ja. Ja, zo werkt het niet in de wereld. Ja. Ik zou misschien ook even aan een belletje moeten trekken van hallo, ja. Ik ben er. Hallo. Ja, hallo. Kijk eens, hallo. Hier is Foppe de Haan. Ja. Bescheiden Fries, ja. Weliswaar. Maar... Ja, nou, dat, ik moet zeggen... Hij is net zo goed als Van Gaal, dus ja. Hallo, waarom blijft dat telefoontje niet? Toch? Ja, dat is zo. Maar dat doe ik dus niet. Daar ben ik ook niet absoluut niet voor.
passie. Voetbal is toch een passie? Mijn passie? Ja. Is toch het leven? Nee, is het leven niet. Oh. Een stukje van het leven. Een stuk? Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe groot stuk? Hoe groot stuk van de taart? De helft? Nee, het is meer dan de helft. Meer dan de helft? Ja. Ja. Dus het staat wel op 1. Ja. Ja, het staat meestal op 1. Ja, je zou kunnen zeggen van in de vakantie staat er niet op 1, maar anders staat het altijd op 1. Dat is zo. Dat is zo. Dus in die zin is het wel heel dominant aanwezig. Ben je ook een gezelligheidsmens? Of, Nee, absoluut niet. Ik vind toch wel dat we hier gezellig zitten. Ja, wel, dat is het goed zo. Dat is het zo, maar we hebben een aanleiding. Hè? Of vind je het niet gezellig? Oh ja, maar. Maar ik ben niet iemand die van nature mensen om zich heen. Ik ken mensen die wil altijd mensen om zich heen hebben en zeggen: steek even aan. Nou, dat heb ik dus in veel mindere mate. Ik zit liefst genoeglijk. Als we over gezellig praten thuis en dan met een mooi boek. Dat vind ik prima. Alleen. Ja. Ook met de vrouw en de kinderen, maar ik hoef niet veel mensen om me heen. Gewoon die er zijn en verder is het goed. Ja. Hoef je niet een gesprek of wat dan ook, maar gewoon. Als je hem al praat. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Hè. Ah, ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. Dat is toch een mekka? Nou, dat vind ik elke keer weer, hoor. Als je het zo... Ja. Vind ik altijd heel bijzonder. Je bent er wel aan. Maar elke keer verbaas ik me er ook weer over. Als je aankomt rijden, de grote en de imposante dingen, het licht. En... Dat vind ik wel heel mooi, hoor. Ja. Is dat wel niet zo niet vervelend zo'n pak, Poppen? Pak. Ja, ik zou niet veel liever in tennis pakken. Rond 100. Ja, ik ben al niks meer uit. Vroeger wel. Maar ja. Hoort dat zo tegenwoordig? Nou, hoort er een beetje bij, hè. Ik weet niet of hij er goed uitziet. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook wel dat het bestaat. Dat is het probleem. We gaan even koffie drinken. Kom op, hè! Kom op! Hoe gaat-ie?
als je haar een man moet geven. Ja. Waar ik kan, hè? Altijd. Ook een band stoppen. Jawel, maar er zijn twee, hè? Maar goed, als je eruit dondert. Jensen kan ook wel een bal kopen. Hé, initiatief nemen, hè? Ik ga gewoon ja, echt een middenveld spelen, ja. Laat ze de inzakken en gewoon een keer doorsturen. Laat ze de hik krijgen, hè? Harek? Ben je klaar, Harek? Hé, jongens, Bouwduin Paalplaats.
Toon nou jongens, Paalpaps, Ivan, Mika, Jeff aan de andere kant, Leurling hier, Mika, Jeff, ja. Mika, warm lopen. Kom op Mika. Doe Jeff achter de spits en Leurling op links. Ronnie! Ronnie! Oké, okay, en nou Ronnie. Ja, zo is het goed. Volgens mij is verdediging ook niet best, jongens, hoor. We gaan er straks maar in. Andere kant! Popo! Ja, dat mag wel. En er hier naar binnen, en nou erbij. Nu! Oké, klasse. Leurling, domme, die staat ook wat te kijken. Kijk, dat is Leurling weer te ver weg. In plaats van even meedenken, kijk, daar staat hij weer. Hey Leurling! Fanatieken zijn, man! Ben te laat! Hey, nou kan hij wel. Zie je? Rare mens, hè? Het is ook een mens. Ja, het is ook een mens. Maar een rare mens. En dan gaat hij schieten. Mika, jij hebt jong. Fantastisch, hè? Hé, hey, Klompen. Fantastisch, jongen. Mooi, hè? Hé, Nurmela. Gefeliciteerd, hè? Arek. Mooi, hè? Thomas. Mooi, hè? Popo. Mooi, hè? Ronnie. Klompen had ik al gehad. Oude Reus. Fantastisch, hè? Hé, hey, dat kan meemaken, hè? Ja, dat was ook gespeeld. Yes, hé hey, jongen, goed zo hè. Mooi hè. Verder. Bedankt hè. Vonk jongen, zo druk heb je niet gehad, maar wat je deed was prima. Ja, mooi hè. Dorien, gefeliciteerd hè. Ja, zo hè. Goeie vakantie hè. Jongen, gefeliciteerd hè. Ivan. Oké, hè? Er was een moment in de wedstrijd dat je zo, je deed, je stond er 1-0 voor en je had je handen aan je hoofd en dat duurde een hele tijd. Maar daar weet ik niks van. Weet je dat niet? Ja, maar op zich, dit idee van laten we zeggen, wat ik had gezien de wedstrijd, absoluut niet het idee dat we zouden winnen. Niet?
Nee, ik vond dat... Je gevoel was toch goed? Ja, maar... Van tevoren was je gevoel goed. Maar je ziet zo'n wedstrijd om zich ontwikkelen. Dan dacht ik van nou, oké, we hebben de achtergrond onder controle. Naar voren brengen we net even de wijn in, het wordt 0-0. Wat vindt Fop eigenlijk van zijn naam? Van Fop? De trein op Friesland moppen, hè?